Transportwereld podcast. Met Allard Kalf en Martijn Knippie Kuipers. Met alles wat deze wereld zo mooi maakt. Samen met de experts duiken ze in het heden, verleden en de toekomst van deze stoere, bijzondere en belangrijke tak van sport. De Transportwereld podcast. Door fans, voor fans. Allard, kom er maar in. Ja, we komen er zeker in. We komen er vol gas in, want het is de tweede aflevering van de Transportwereld podcast. Ook welkom aan onze YouTube-kijkers en natuurlijk aan al onze luisteraars. Martijn Kuipers, Simon Loos en Bart Kok, operationeel manager van Randstad Transport. Een heel hartelijk welkom. Simon was er de vorige keer natuurlijk ook bij. En deze keer iets wat ons allemaal aangaat. Onze collega's, of eigenlijk het gebrek aan collega's, de wereld van transport en logistiek, heeft een schreeuwend tekort aan mensen. Heel veel mensen. En in hoeverre zorgt dat voor een rem op de sector? En wat is de oplossing? We praten erover hier aan tafel. Gezellig. Simon, 3200 mensen heb jij in dienst. 3199 zijn onderweg. Eentje staat er hier, Martijn Kuipers. Zeker, wij gaan nog even een keer. Ja, maar dat is toch wat, hé. 3200 man. Ja, dat is een behoorlijke uitdaging. En we zien toch dat we eigenlijk aldoor weer tekort hebben. Ja, dus dat blijft bijzonder. Ja, dat blijkt heel bijzonder. Martijn, wat merk jij aan tekort van vrachtwagenchauffeurs? Met name in mijn eigen werk, dat er gewoon heel veel in de vrachtwagen gaat. En dat zijn best wel lange dagen. Momenteel, ook door de vakantie, zijn er veel chauffeurs op vakantie. Je hebt al een klein beetje tekort. Dus ja, daardoor merk je wel dat het erg druk is. Meer stress ook? Ja, dat maak je zelf. Dus dat is net hoe druk je je maakt. Ja. Maar ik maak me wel vaak vrij druk, omdat ik gewoon alles eruit wil hebben. Het is ook gewoon een beetje een eredingetje of zo. Gewoon tegen mijn principes in om spullen mee terug te krijgen. Dus ik ga er wel voor. Ja, wat Martijn zegt, dat klopt wel een beetje. Het ging eigenlijk tot de zomer ging het goed. Zelfs in de zomerperiode hadden we nog voldoende chauffeurs. En we zien nu dat de zomer voorbij is. Het wordt druk overal. En dat er heel veel mensen eigenlijk zonder kinderen nu nog even op vakantie gaan. En dat onze zomer, of eigenlijk onze vakantiepiek, doorloopt. En ja, ik verwacht dat het nu nog 1-2 weken, of tenminste laat ik het zo zeggen, tot de herfstvakantie, dat er dan een beetje gebeurd is. Dus op dit moment zitten we op de laatste piek in dat opzicht. Ja, en dan gaan we weer terug naar wat normale aantallen met vrije dagen. En dat gaat ons wel helpen in het hebben van voldoende chauffeurs. Alleen, ja, wij kijken nu ook alweer naar volgend jaar. Pasen, want ja, dat is eigenlijk een beetje onze horizon. Daar gaan we nu alweer mee aan de gang. Kijk, dit loopt nu en dit is nog even. En ik weet ook dat we onze mensen de afgelopen maanden behoorlijk onder druk hebben gezet om alles weg te krijgen. Maar het is nogmaals. Het is niet alleen in de zorg dat mensen de benen onder hun lijf vandaan hebben gelopen. Nee, die hebben dat in de coronaperiode gehad en toen was het bij ons wat overzichtelijker. Ja, en nu hebben wij. Kijk. Corona gaat voorbij en je weet met z'n allen niet wat er dan gaat gebeuren. Het is toch voor iedereen nieuw, hoe gaat het eruit zien? Ja, en wij zien nu eigenlijk dat de vakantieperiode enorm lang doorhobbelt. En ook gewoon redelijk veel mensen vrij. Want ja, die wil nog even vrij die. En dat betekent dat, oké, ze zijn geen vrij geweest, ze zetten ze er maar bij. Maar dat geeft alweer druk bij de mensen die wel werken. Ja. Dus niet fijn. Dat komt ook natuurlijk omdat de mensen met schoolgaande kinderen zijn allemaal in de vakantieblokken. En de mensen zonder kinderen gaan dan ook buiten, omdat je dan in de vakantieblok geen vakantie kan nemen. Maar waar we nu ook naartoe gaan is met Sinterklaas en Kerst. Dus die wordt ook weer heel druk. En je weet als chauffeur zijnde wel de drukke periodes. En ik weet ook dat in februari, maart wordt het weer wat rustiger. Dus dan kom je weer een beetje op adem en je weet de drukke tijden dat het gewoon knal is. Ja, maar jongens, drukke tijden. Dan kijk ik even gewoon naar links. Naar Bart. Ja. Bart, welkom in deze podcast. Dankjewel. Je werkt voor een uitzendbureau. Ja. Dan moet drukke tijden, piekmomenten, dat moet jou als muziek in de oren klinken. Nee, dan kan ik mijn mensen kwijt. De vraag die er is, dat is wel erg mooi. Maar wij merken ook dat er zijn op dit moment 19.000 vacatures voor vrachtwagenchauffeurs. Dat het tekort inderdaad van voor de zomer is gaan oplopen. En ja, eigenlijk alleen maar is op blijven lopen. Dus daar maak ik me wel zorgen om. Van hoe gaan we met z'n allen zorgen dat we dat tekort te lijf gaan? Ja, dan heb je Martijn als ambassadeur van de sector ongeveer. Dat helpt wel, of niet? Ja, zeker. Ja, die filmpjes die maken we volgens mij wel heel veel mensen enthousiast over het vak. Dus mensen die vrachtwagenchauffeur willen worden, die kijken er ook naar. En ja, het geeft een goed inzicht in wat het werk doet. Ook een heel leuk inzicht. Dus dat helpt zeker, ja. Ja, dankjewel. Hoor je dat ook echt bij jullie?
Ja, en we sturen mensen er ook wel op. Dus mensen die zich voor willen laten lichten van wat houdt het in om vrachtwagenchauffeur te worden. Wij vertellen het verhaal, maar we sturen ze dan ook wel de deur uit van nou, ga kijken op internet, wat houdt het werk in. Probeer een keer een dag mee te rijden met een bedrijf. Nou, daar kunnen we ze ook bij helpen. Maar ook filmpjes en ja, dat soort vlogs, dat helpt enorm in de beeldvorming. Ja, dat advies geef ik ook. Want ik krijg elke dag bijna de vraag van ja, zou ik met jou mee kunnen rijden om te kijken of het wat is? Ja, met mij meerijden. Dan heb ik nu de eerste 10 jaar elke dag iemand mee. Dus dat gaat niet. Ja. Dus dat geef ik ook altijd aan. Nou ja, ik... Maakt dus wel wat lichter uit aan het netwerk. Ja. Dan kan ik beter op een toerencarbus gaan rijden. Dan kan ik er een heleboel mee nemen in één keer. Nee, maar dan geef ik ook aan van... ga bij jou in de buurt ergens naar een transportbedrijf. Vraag gewoon of je mee kan rijden. Ja. En iets wat je misschien al ligt in de vee of in de distributie of noem het maar op. Dus probeer het gewoon bij jou in de buurt. Ja. En wat je ook al zegt, gewoon dat het vak van chauffeur is veel breder. Veel mensen die denken, ik ben aan het sturen en that's it. Maar ga het onderzoeken en kijk naar welke mogelijkheden zijn er en wat spreekt me inderdaad aan. Ja. Ja. Ja, maar zoeken. Waar zoek je ze? Waar vind je ze? De chauffeurs? Ja. Nou ja, dat is een beetje het geheim van de smid, Allard. Dus, maar we vinden ze... Dat gaan we nu weer voor. Ja, Simon was al aan het klapperen. Ik wil de concurrentie niet wijzer maken dat ze zijn. Nee, maar we vinden ze op allerhande manieren. Maar het is vooral ook het goede gesprek aangaan met een kandidaat. Van wat wil je, wat zoek je? Wat wil je wel en vooral ook wat niet? En daar gaan we dan de goede match bij mee proberen te maken. Maar dat is misschien wel de allerbelangrijkste vraag. Wat wil je niet? Ja. Ja, en die zoektocht daar samen ingaan. En dan heb je het over de mensen die op dit moment al de groot rijbewijs hebben en een baan zoeken als chauffeur. En volgens mij ligt de oplossing in het opleiden van nieuwe mensen. Dus echt van de zijenstromer om die opgeleid te krijgen tot chauffeur. En waar liggen dan bij jou de knelpunten, Simon? Zeg wel van ja, we gaan kijken wat ze willen, wat ze niet willen. Maar dan moet je natuurlijk eerst even binnenkrijgen. Ja. Dus dat is de uitdaging als eerste. Ja, wat wij gewoon door de jaren zien nu, dat in het verleden hadden we een dienstplicht. Er waren heel veel mensen die daar een rijbewijs hadden. Dus als je bij wijze van spreken 35 jaar was en je dacht opeens ik wil chauffeur worden, dan kon je chauffeur worden, want dan had je je rijbewijs. Hoeft alleen je code 95 nog maar even te halen. Juist, ja. Als je dat nu wil doen, dan het kost gewoon een hoop geld. Dus dat doet men niet altijd meer. Als je even teruggaat naar de chauffeur, de chauffeur van vroeger deed 70, 80 uur, dat werd 60, 70. Als je tegenwoordig kijkt, dan gaat het meer naar de 40, 50. Dat is op zich heel gezond. Maar dat betekent wel dat je eigenlijk voor hetzelfde werk alleen maar meer chauffeurs nodig hebt. Dus er zijn allerlei bewegingen nu waardoor er eigenlijk krapte ontstaat. En zeker als die economie zoals nu wat aantrekt, dan heb je gewoon een enorme uitdaging. En daar ook daarbij dat zoals bij ons dat er toch wel wat groei binnen het bedrijf is. Kijk, als je nou gewoon stabiel en je hebt 10 chauffeurs en qua werk heb je niet meer nodig, is prima. Maar bij ons toch best altijd ontwikkelingen qua werk, qua drukte, meer drukte. En dan heb je gewoon meer chauffeurs nodig. Ja, en dat is gewoon een uitdaging. Ja. Part-time chauffeurs? Het is wel een ontwikkeling die we heel erg zien opkomen. Inderdaad, wat Simon aangeeft, vroeger dan werkte men 70 uur. Nou, dat is nu richting die 60 uur. Maar je ziet gewoon bij de mensen die nu starten, die vinden 4 dagen in de week echt wel voldoende. En dat is wel waar ik veel ondernemers mee zie struikelen. Van ja, hoe doe ik dat met mijn planning en hoe ga ik daarmee om? Dus daar zit een deel van de oplossing, denk ik, voor het vraagstuk naar nieuwe chauffeurs. Maar tegelijkertijd ook wel een uitdaging hoe je daarmee omgaat. Mijn vriendin, die rijdt 2 dagen in de week. Containers van distributiecentrum naar distributiecentrum. Containers, laaien, lossen. Vindt ze leuk. Omdat ze alle rijbewijzen heeft. En omdat ze er eigenlijk niks mee deed. En dacht, misschien kan ik 2 dagen in de week wat doen. Is dat een oplossing? Meer vrouwen die misschien 1, 2 of 3 dagen in de week rijden. Dan mag je, kijk even naar Martijn. Begin eerst maar eens even meer vrouwen in het transport. Ik denk dat het sowieso goed is, tuurlijk. Ja, waarom niet? Waarom zou een vrouw dit niet kunnen doen? En ik ken er ook al genoeg die het doen. Nou, ik ken een hoop vrouwen die niet met containers willen worstelen. Erin en eruit. Ja, maar dus containerrijden is ook wel redelijk makkelijk. Nee, maar je moet misschien wel even de goede route vinden. Of de goede werkgever vinden. Of het goede... Ja, ik weet bijvoorbeeld, er zitten veel vrouwen op zandwagens. Dus dat is gewoon erin storten, kiepen en door. Dat is niet omdat een vrouw iets anders niet zou kunnen doen. Want er zitten er ook genoeg in de winkeldistributie of in het werk wat ik doe. Ze zitten overal, maar het is ook net type vrouw die wat wil doen. Ja, ben je 60 kilo, dan kun je wel aan een pompwagen gaan lopen trekken met een pelletje van een ton. Maar ja, dat houdt het al gauw op. Dan kun je beter gewoon zand kiepen. Ja, maar ik denk nog veel verder. Ik denk iemand, je hebt het over zandwagens. Ik denk dat je misschien in het geval van vrouwen ook zou kunnen denken, als ze nou om 6 uur 's ochtends begint en ze is om 12 uur klaar en ze heeft kinderen, kan ze in ieder geval 's middags nog iets met de kinderen doen.
Hè? Daar zou je ook nog aan kunnen denken, hè? Ja, goed, je had het net al over part-time en dergelijke. Als ik kijk bij ons, ik denk dat wij al 10 jaar lang met allerlei varianten van part-time hebben. Toch? Van ochtenddiensten, middagdiensten, 3 dagen, 4 dagen, 1 dag oproep. Dus wat dat betreft is dat niet nieuw meer. En ja, als ik nu even kijk in ons bestand, dan denk ik dat wij iets van 100 vrouwen in dienst hebben. En ik merk wel dat het animo wat groeit. Ja. Dus dat er wel meer vrouwen zich melden. En merk jij dat ook, Bart? Ja, dat zien wij ook wel. De toename van mensen, vrouwen die zich laten voorlichten over wat het inhoudt om chauffeur te worden. En om dan in te haken op, van, ja, je moet inderdaad wel verder zoeken van, nou, wat past er dan? Uiteindelijk geldt dat ook voor een man. En net zo goed voor een vrouw om daar gewoon echt samen naar te kijken van, ja, wat past er goed? En waar kunnen we jou bij helpen? Ja, als je wat inspiratie wil opdoen, dan kun je volgens mij op Videoland en YouTube kun je Martijn kijken. Jij bent op stap geweest met... Nu laat ik veel meer van de transport zien inderdaad. Ik ben begonnen met mijn eigen wagen, dan was het relatief hetzelfde werk. Maar nu ga ik met allerlei verschillende transporten mee. Dus je kan inderdaad kijken en een beetje oriënteren wat je wel en niet leuk vindt. Want je vrouw, vriendin... Doet zij zelf laden los van de container? Oké, en is het allemaal los erin? Dus het zijn DHO-pakketjes. Containers met DHO-pakketjes die erin en eruit en van depot naar depot. Okay. En ze zegt wel altijd, het scheelt wel een sportschoolabonnement. Maar ik denk dat een beetje verwarring. Zijn het de rolcontainers? Ja, rolcontainers. Ik dacht de container vanuit bijvoorbeeld in Rotterdam. Nee, gewoon rolcontainers. Klik zo op de auto en dan allemaal losse dozen. Dus dat was even een verwarring. Nee, rolcontainers. Dus ze moet nog echt in de bak. Ja. Dat zou het werken, inderdaad. Ja. Dus schilder sportschool. Zo blijft ze fit, ja. Nee, maar en dat vindt ze ook gewoon leuk. Hoewel ik denk heel eerlijk, als je tegen haar zegt van joh, doe dat 5 dagen in de week, dat ze zegt nee, dank je. Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Ja. Ik heb ook zo'n bewondering voor die chauffeurs die bij Albert Heijn rijden, die echt 5 dagen in de week keihard aan het buffelen zijn in de stad met die rolcontainers en noem het dan maar op. En ja, die doen dat gewoon zoals... Hoe heette die man ook alweer? Die was 73. Die deed nog 3 dagen in de week bij Albert Heijn. Frits. Ja, Frits. Stoffen jas aan. Stoffen jas. Ja, die had een originele stofjas. Ja, Simon Loos erop. Heel oldschool. Die containers erin. Helemaal een beetje krombeen. Ik dacht, ja man, hoe hou je het vol? Ik heb er echt bewondering voor. Ja, maar misschien daarom juist. Het blijft drie fit, dagen in de week. Blijft wel fit. Ja. Ja, je ziet ook wel een beweging dat ze wel al meer de mensen naar 4 dagen gaan. En nogmaals, we hebben ook wel met dubbele diensten vroeg laat. Dat zie je ook wel. Dat zie je gewoon gebeuren. Wat Martijn zegt, 5 dagen, dat is er nog steeds. Maar het wordt gewoon minder. Ja. Ja, en ik kan me aan de ene kant ook wel voorstellen. De balans, als je alle twee werkt, dat het ook niet meer hoeft. Ik bedoel, dat was het verschil met vroeger. Dan had je de chauffeur, die was aan het werk. En dat was dan die moest het geld verdienen. Dus die ging gewoon elke dag, bij wijze van spreken, tussen de 10 en de 15 uur. Maar dat is gewoon aan het veranderen. Dat hou je niet meer. Ja en nee. Want ik bedoel, ik ken ook een koppel. Hij rijdt 's nachts en zij rijdt overdag. Kan je geen ruzie krijgen met elkaar? Precies, niet. Nee, dat is wel spannend dan. Heel weinig ruzie krijgen. Nee, maar dat gaat wel heel goed met z'n tweeën. En ze vinden het allebei mooi. Ze willen allebei uit de truck zitten. En zo hebben ze... Het mooie is namelijk, er is altijd één thuis. Hè, dus nou, er past er altijd één op de wagen. Er past er altijd één op de wagen. Past er altijd één op de kinderen. Dat is met kinderen natuurlijk ideaal. Als je het op die manier kan switchen. Het is wel uniek, denk ik. Hoor. Ik denk niet dat... chauffeurs uit het buitenland... Ja? Met een vraagteken kijk ik dan naar links. Hoe kijkt Randstad daar tegenaan? Nou ja, volgens mij hebben we ze ontzettend hard nodig op dit moment. En er kunnen we gewoon niet zonder. Als je dan iets naar het westen kijkt, naar Engeland. En je hoort daar de berichten wat daar speelt met supermarktbevoorrading. Met de bevoorrading van de tankstations. En dat gaat inmiddels ook weer open. Ja, het is volgens mij geen vraag of we daar wat mee moeten. Maar meer hoeveel en hoe. Ja, vooral hoe heb ik het idee. Want ik weet ook transporteurs die hebben zulk speciaal werk. Die zeggen, daar wil ik echt Nederlanders voor hebben. Nederlandse taal blijft vaak wel een belangrijk punt inderdaad in de vacature. Ja. Dus het is wel maatwerk ook daar weer. Van, ja, waar ga je iemand die niet Nederlands spreekt op inzetten? Ja. Maar we hebben ze wel nodig. Ja, dat denk ik wel. En, maar je moet ze ook gewoon normaal betalen dan, hè? Ja, uiteraard. conform CAO, goede huisvesting. Ja. De voorwaarden moeten gewoon goed zijn. Dus dat willen we hier even boven tafel hebben, even duidelijk. Ja. Nou, nee, maar ik vind het is natuurlijk wel zo dat we, de lonen in die landen waar we het over hebben zijn vaak wat lager. Maar ik vind je moet ze wel gewoon netjes behandelen, toch? Ja.
Nou, wat ik ook begreep in de coronatijd, dat heel veel buitenlandse chauffeurs weer terug naar hun eigen land gingen, waardoor we minder chauffeurs hier hadden. Nou, ik denk in de coronatijd waren ze nog wel. Maar wat wij gezien hebben, wij hebben via het uitzendbureau ook een aantal, met name Poolse chauffeurs rijden. En die zijn lange periode niet naar Polen geweest door corona. En die zijn nu deze zomervakantie naar Polen gegaan. En die zijn gewoon langer weggebleven. Omdat het eindelijk weer kan. Ja, en de lange tijd niet geweest. Die hebben dat nu wat ingehaald. Dus daardoor hebben we ook gewoon met z'n allen capaciteit gemist. En je ziet dat het salaris in Polen ook wel enorm hard is gestegen. Dus voor die medewerker wordt het ook interessanter om gewoon in het land waar ze vandaan komen om daar te gaan werken. Dus ook daar verschuift wel de vraag van willen we verder met Poolse chauffeurs of gaan we in andere landen zoeken naar kandidaten? Ja, want hoe zit dat met andere landen? En hoe is dat eigenlijk in andere landen überhaupt? Nou, je ziet eigenlijk na corona dat in het oosten de salaris heel erg hard groeien. Met name in Polen. En dan moet je dus gaan uitwijken naar andere landen om daar mensen te gaan vinden. En ja, daar zit wel een uitdaging in. Zuid-Europa, Spanje, Portugal. Daar komen ook veel chauffeurs op dit moment wel vandaan. Daar weten we ze nog te vinden. Dus daar zit wel een goede uitdaging in. Portugal liggen de lonen toch ook veel lager? Ja, klopt. Nog lager dan Spanje. Ja, klopt. Ik was gehoord dat een chauffeur voor de hele week of gewoon de hele maand werken gewoon voor 600-700 euro de hele maand weg is. Ja. Ja, dat is eigenlijk bizar. Ja, maar Portugal is wel volgens mij een mooi land. Want jij zegt dan de lonen zijn laag, maar het zijn wel vakmensen. En ik weet jaren geleden al ook dingen als technische dingen kwamen uit Portugal. Want daar zitten wel vakmensen. En harde werkers. Ja, dat is wat wij wel terugkrijgen. Dat de Portugese chauffeurs erg gewaardeerd worden in Nederland. Ja. Ja, ze rijden altijd hard. Ze komen altijd voorbij. Altijd hard. Echt waar. Ja. Echt waar. Portugese en Spaanse chauffeurs komen altijd voorbij. Hoe zit het met de vraag me dan af met de Portugezen. Met de taal. Zijn ze een beetje Engelsmachtig? Want dat zag je met de Polen. Die konden over het algemeen wel Duits of Engels. Ja. Maar hoe is dat met iemand? De jongere generatie wel. Maar dat is ook wel de zoektocht eigenlijk bij de selectie. Dat iemand wel voldoende Engels spreekt om hier goed te kunnen functioneren. Ja. Dus dat klopt. Ja. Ja, het gaat wel een uitdaging worden, denk ik. Hoe we voldoende mensen, want we gaan het in Nederland gewoon niet redden, ben ik bang voor. Dus hoe krijg je voldoende mensen uit andere landen deze kant op voor het chauffeursvak? Ja, dat is één. En dan twee is ook wel echt de huisvesting om die goed geregeld te krijgen. Ik bedoel, chauffeurs werken onregelmatige diensten en willen dan ook graag alleen op een kamer liggen. Daar zit ook wel echt een grote volgende bottleneck in om dat goed geregeld te krijgen. En zijn jullie daar ook als Randstad zijnde actief om die mensen dan goed te huisvesten? Of niet? Ja, uiteraard. Dat is de basis. Als je dat niet doet, dan zijn ze ook binnen nood aan weer weg. En daar zit niemand op te wachten. Dus dat moet gewoon aan de standaarden voldoen. Ja, maar dan kom ik, Bart, bij jou binnen. Dan zeg ik, nou, ik zit erover te denken om op een vrachtwagen te gaan rijden. Ja. Hoe ga je me overtuigen? Hoe ga ik je overtuigen? Ja. Nou, allereerst met goede koffie. Daar begint het mee. Altijd. Ja, precies. En dan echt het goede gesprek voeren. Om ook te kijken, waarom wil je chauffeur worden? Waar komt die motivatie vandaan? Door vragen te gaan stellen. En uiteindelijk daarbij samen te gaan onderzoeken wat het beste dan bij jou past voor het vak van vrachtwagenchauffeur. Ja, maar stel nou, ik heb alleen maar mijn grote rijbewijs. Ik heb nog geen code 95, niks. Ja. Ga jij dat regelen voor me? Dat gaan we regelen. Helemaal? Dat is zeker gewoon mogelijk. Dus dan gaan we het gesprek aan. Gaan we op zoek naar de baan. En dan de code 95, dat wordt er achteraan geregeld. En dan kan het ook zo zijn dat je uiteindelijk bij Simon terechtkomt. Doe jij dat misschien zelfs nog een rijbewijs, rijopleiding? Hebben we daar? Wij bij onze afdeling deed dan, tenminste HR heb een afdeling deed les met Loos. Ja. Dus hebben we zelf onze eigen code 95. Maar daarmee begeleiden we ook mensen van B naar C naar CE. En ook mensen van C naar CE. Dus wij begeleiden ze wel met opleiden. We helpen ze daar ook met de kosten en dergelijke. Dus daar hebben we wel allerlei programma's voor. En nou ben ik al wat ouder, maar dan heb ik C. En als ik nou bij jou binnenkom, zegt Simon, ik wil C plus C hebben. Kun jij dat voor me regelen? Kom voor jou werken. Ja. Is dat dan, kunnen we daar nog over praten op mijn leeftijd, of niet? Ik weet niet hoe oud of je bent. Als je natuurlijk 66 bent, dan wordt het een beetje kansloos. Nee, dat begrijp ik. Nee, maar dat soort dingen, dat zitten bij ons. Dat hebben we in dat programma zitten van B, C, CE, maar ook gewoon de C naar CE. Dus wij leiden ook mensen van een bakwagen naar bakwagen met trekker oplegger op. Ja, want we ook, dat zijn met name ook, dat zijn mensen die jong zijn, maar dat zijn zij instromers die wat ouder zijn. En ook wel soms wel mensen die wel een rijbewijs hebben, die bijvoorbeeld gepensioneerd zijn. Die zeggen, ik wil nog een dag in de week of een paar uur in de week, wil ik wel doen. Dat kan ook. En we zijn onlangs nog gestart met
die busjes, die online busjes van Albert Heijn, zeg maar, langs de mensen te gaan. Ja, daar zitten ook weer mensen op die beginnen met een busje. Met een B. En er zijn een aantal die hebben nu al gezegd, ik wil weer verder met C en CE. Dus ja. Daar hebben we wel programma's voor. Dat zegt ideaal. Dat merken wij ook. Dat veel mensen die komen, die willen vrachtwagenchauffeur worden. Dan gaan ze een test doen en dan komen ze achter, ja, ik heb nog niet de ervaring. Dan zijn dat echt wel hele mooie wegen om iemand toch die ervaring op te laten doen. En dan na een tijd nog een keer te kijken van, ben je er nu wel klaar voor? Ja, en dan zoek jij, hey, je zegt al net terecht van, ja, we gaan het gesprek aan, we gaan kijken wat. Maar ga jij ook naar mensen als Simon en zeggen, jongens, waar zijn jullie naar op zoek? Hoe is die synergie? Nou, dat is de samenwerking die je daarin gaat opzoeken. Dus we hebben opdrachtgevers waar we mee samenwerken, waarbij wij de rangeerders mogen plaatsen. Maar dat gebruiken we dus voor opleidingsplekken. Dan kan je echt goed leren manoeuvreren. Je haalt je rijbewijs in een half jaar en start je dan met op de CE. Dan ben je al een heel eind onderweg. Heb je dat voor in ieder geval al meegenomen? Ja. Ja. Was maar zo makkelijk, hè? Jij hebt het gewoon allemaal zelf gedaan, jongen. Zeker, gewoon via de opleiding. Dat is ook een optie natuurlijk. En ik ben er ook goed doorheen gekomen. Maar ik wist al dat ik chauffeur wilde worden. Dus dan is het weer anders als dat je echt er naartoe wil. En ja, wat wil je nou eigenlijk? Dus ja, dan is zo'n busje of bij Appie of ze wel een goede opstart of rangeertrekker. Dan leer je wel echt goed rijden. Ja. Kijk, Martijn hebben het nu over opleidingen. Dat is ook het afgelopen jaar een beetje weggezakt, de opleiding chauffeur. Wij zijn nu wel met een aantal scholen in de buurt. Zijn we ook begonnen om dat nieuw bloed in te blazen. Of nieuw leven in te blazen, zeg maar. Om samen met die scholen toch het vak van chauffeur, maar ook van monteur wat meer te begeleiden. Dat doen we samen met wat collega vervoerders en samen met een aantal truckleveranciers. Ja, dat helpt ook al. Ik heb onlangs zat ik met studenten van de TU Delft en een stageplaats op bedrijven. En die bedrijven die willen juist de middelbare scholier targeten voor een vervolgopleiding om uiteindelijk op een technische universiteit te komen. Misschien moeten jullie ook wel gewoon de middelbare scholier targeten van, hey jongens, transport en logistiek. Ja, het vak moet weer een beetje aantrekkelijk gemaakt worden. En nogmaals, het is het afgelopen jaar is daar gewoon tekort aandacht aan besteed. En dan, we hebben het wel eens over automatiseren en dingen die door computers gedaan worden en door robots. Maar er zijn natuurlijk gewoon heel veel zaken. Ja, die moet toch dat poppetje achter het stuur doen. Hè? Dat is niet te vervangen. Nog niet. Nee, ik zie dat in Nederland ook niet zo gauw gebeuren. Ik bedoel, voor de lange afstand kan dat misschien nog wat zijn, maar ons land is zo klein, het is dicht op de weg. Ik zie daar niet zomaar allemaal robots in die auto's zitten. En nogmaals, ze misschien hier vandaan naar Spanje rijden, zal dat misschien nog kunnen. Maar ik zie het niet op de Nederlandse weg. Ik weet niet hoe jij dat ziet, Martijn. Maar nee, ja, kijk, ik doe 12 adressen op een dag bijvoorbeeld. Hoe wil je dat gaan doen? In de stad, hanger afkoppelen, weer hanger ophalen, even doorladen. Ja, dat is geen doen. Dat is onmogelijk eigenlijk, wat ik doe. Doe met 12 adressen? Ja, maar dan ben ik wel goed aan het doorrammen, hoor. 600 kilometer, 12 adressen. Je mag wel een dagje met me mee. Ja, dat moeten we sowieso een keer doen. Dus, ja, dat is goed. Dat is goed, ja, afgesproken. Dat vind ik sowieso gezellig. Ja. Dan is het maar afwachten. Nou, ik neem wel maar eigenlijk de toon is gezet. Het ligt er net aan of je op tijd komt. Ja, ik zit te denken van truckgevoeligheid. Een Scania kan ik denk ik wel aan wennen, want het is voor jou belangrijk, hè, waar je mee rijdt. En voor veel truckers. Ja, ik denk dat je bij elk merk wel een gevoel hebt. Dat is zelfs met een luxe wagen, met een vrachtwagen. En dat vind je mooi en dat zit lekker en dat rijdt lekker. En daar wil je graag mee rijden. Maar soms heb je het ook niet altijd voor het uitzoeken. Hè? Je komt bij een werkgever, die heeft bepaalde merken. Ja, dat klopt. Ja, oh nee, ik bedoel, mijn vriendin die rijdt volgens mij iedere keer dat ze rijdt op iets anders. Die heeft van alles al ja, en dan is maar net, ja, vind je dat leuk? Ja, er is weinig keuze, hoor. Ja, daarom. Ja. Ja. Nou moet ik wel zeggen dat ik heb ooit, toen ik jong was, dus heel lang geleden, toen gaf ik les op een slipschool met tankwagens. En dat waren DAFs en andere vrachtwagens. Waren allemaal DAFs op een of andere reden. En als ik nu ook nog steeds in een vrachtwagen, een DAF voelt wel vertrouwd. Ik heb gelest in een DAF. Dus, ja, daar komt dat door. De basis waarschijnlijk is zo begonnen. Dat heb ik ook wel een klein beetje met Volvo. Het allereerste bedrijf waar ik werkte, reed met Volvo. Ja. En ook wel met Scania gereden toen. Maar toch, waar je dan mee lest en waar je dan mee begint, dat heeft toch een bepaald gevoel inderdaad. En dan kom je uiteindelijk bij Simon Loos. En die zegt, je kan wel komen werken, maar je moet met een DAF rijden. Of je moet met een Scania. Hou jij daar rekening mee, Simon, of niet? Als iemand zegt, ja, ik wil echt voor je komen werken, maar dan wil ik wel met een Scania rijden.
Nou, kijk, wij hebben verschillende merken op dit moment, maar wel vaak per locatie een merk. En dat is eigenlijk gedaan ook voor de planning voor alles. Want ja, bedoel, dan wordt iedereen gek qua onderhoud. Het is gewoon fijn als je dezelfde dealer, dezelfde aanspreekpunten hebt. Dus wij hebben het wel over het algemeen geregeld per standplaats. Ja, je kan zeggen, ik ga voor één iemand ga ik een uitzondering maken. Maar dan ben je met onze grote bezoek. Want dan binnen no time heb je allerlei verschillende merken. En ik weet ook niet of dat uiteindelijk bepaalt of iemand blijft of niet blijft. Want, maar ja, ik kan me wel voorstellen dat je op twee gedachten hinkt. Want aan de ene kant, als je zoveel vrachtwagens hebt, zou je bijna kunnen zeggen, ik wil één merk. He, want dat is uiteindelijk dan misschien wel het goedkoopst. Aan de andere kant, ja, dan ben je ook weer afhankelijk. He, dus je wil ook, dat is natuurlijk ook iets waar je... Nou, operationeel gezien zou je zeggen, ik neem één merk. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar ja. Aan de andere kant, je wil ook weer zorgen dat die merken competitief blijven. Dus daar heb je het meestal toch twee merken. Ja, en bij ons, we hebben onlangs de fusie gehad, dus we hebben nog wat meer merken nu in huis. Dus aan de ene kant vind je dat vervelend. Aan de andere kant is het ook wel weer prettig nu met de chauffeurs dat ze in ieder geval wat keuze hebben. Oh ja, je bent samengegaan met Peter Appel. Die had allemaal andere merken dan dat jij had? Zelfs die Iveco. Hoezo zelfs die Iveco? Wat is er mis met die Iveco? Nou, niks. Bijna niks. Nee, ja, die had dus hoofdmerk DAF en wij hadden dus hoofdmerk Mercedes. Dus er zat wel wat verschil in. Ja. Dus ja, we hebben nu twee hoofdmerken. En ja, met name voor LNG hebben we nu Scania en DAF. Of Scania en Volvo. En, ja, maar die lopen daar ook enorm in vooruit. Ja. Voorop, hè? Die lopen op LNG-gebied. Ja, met andere merken is het gewoon lastig, ja. Ja. Dus er is gewoon weer wat keus. En dat is denk ik voor sommige mensen prettig. Want nogmaals, de een houdt van de moeder en de ander houdt van de dochter, zeggen ze. Dus dat zie je met chauffeurs. De een vindt dat een mooie auto en dan de ander vindt dat weer een mooie auto. Dus ja, dat hou je toch niet tegen. Nou, maar ik vind het mooi dat het... Heb jij er mee te maken? Truckers die gewoon lekker vanuit passie en die het is, nou ja, nog een beroep dat je gewoon je ei kwijt kan, ook qua dat vind ik mooi of dat vind ik niet mooi. Weet je, gewoon lekker. De vraag met welk materieel wordt er gereden, wordt wel heel regelmatig gesteld, ja. Meen je dat? Ja, ja, zeker. Dus dat is echt wel, dat is uiteindelijk wel belangrijk in de keuze. Belangrijkste is dat het goed is, goed onderhouden wordt en dat het ook gewoon klopt. Daar begint het mee. Maar ja. Nou, dat is wel apart. En dat is. Maar wat zou je dan kunnen doen om personeel te werven, te houden? Wat kun jij, ga jij ook bijvoorbeeld naar Simons? Joh, ik heb wel 5 chauffeurs, maar ze willen eigenlijk allemaal in de dag. Met de wagen. Ja. Nou ja, de keuze volgens mij van een chauffeur voor een baan hangt niet alleen af van die wagen. Dat is van het totaalpakket. En daar, ja, ga je wel het gesprek aan met de klanten van, goh, wat is belangrijk en wat kunnen we daar in zijn gezamenlijkheid aan doen om dat aan te pakken? En waar zijn chauffeurs gevoelig voor? Waar zijn chauffeurs gevoelig, ja, voor? Nou ja, salarissen blijft belangrijk, maar dat is, ja, ook niet meer zaligmakend. Dus de werk-privé-balans waar we het net al over hebben gehad. Dat is wel een hele belangrijke. Dus dat is ook wel iets wat hoog op de agenda zou moeten staan bij veel bedrijven. En het werkplezier in zijn algemeenheid. Kom ik in een leuk, goed team terecht en word ik goed behandeld. Ja, ja. In een leuk goed team. Dan kom ik, kijk weer naar rechts, kijk weer naar Simon. Nee, maar ik bedoel, ik zat daar toevallig van de week over te denken van, wat zou je nou moeten doen om het vrachtwagenchauffeurs gewoon gezellig te maken? Hè? Dat ze denken van, ja, ik ga met een goed gevoel ga ik naar werk. Kijk, er zijn altijd, je hebt de mensen als Martijn, hè, de fanatieke truckers die op zaterdagochtend hun truck poetsen en doen. En je hebt de mensen die naar hun werk gaan, hun ritjes doen, naar huis gaan en klaar. Maar er zijn natuurlijk een heleboel die gewoon toch likken met een goed gevoel. Nou ja, ik denk wat ik net zegt, het is belangrijk. Die verhouding privéwerk is belangrijk. Ze willen het naar hun zin hebben. Het moet een ontspannen sfeer zijn. Maar ja, wij proberen het ook wel met onze klanten nu te kijken van de werkdruk. Hè, dan moet de werkdruk niet te hoog. Wij werken ook met klanten die best wel veel met tijden werken. Nou, probeer dat nou eens los te halen, dat mensen ontspannen kunnen komen. Je begint zorgens, je doet je werk. En niet constant maar die druk erop te zetten. En dat zijn dingen waar wij nu wel met klanten over in gesprek zijn. En de werktijden, midden in de nacht beginnen of op wijze van spreken net om 1:00 of 6:00. Dat zijn zaken die nu wel belangrijker worden. En gelukkig dat onze klanten daar nu ook voor openstaan. Die zien ook dat ze daar wel wat mee moeten. En daarnaast, het salaris en de auto is belangrijk. En voor de een is de auto wat belangrijk, voor de ander het salaris. Dat is ook voor iedereen verschillend. En allebei. Kan ook. Nee, maar goed, op tijd betalen, al dat soort dingen, dat zijn gewoon belangrijke zaken. En qua werk, ja, de een vindt zand op een zandwagen mooi, de ander vindt winkeldistributie weer mooi.
En waarbij dan zegt, ja, hoe krijg je het in je hoofd? Ja, dat zijn allemaal, iedereen vindt toch net iets anders weer leuk. Ja, maar weet je, als ik nou 's ochtends om 6 uur zou moeten beginnen. Zou uitslapen, hè? Uitslapen, 5:30, ook goed, maakt me niet uit. Nee, alleen meer om 3 uur. Hè. Maar wat vind jij belangrijk? Althans, wat vind ik belangrijk als ik om 5:30 moet beginnen? Hè? Simon zegt 5:30, 6 uur rij je weg. Dan ben ik 5:30 op de zaak. Wat vind ik belangrijk? Goede koffie. Ja. En misschien zelfs wel een warm croissantje. Nee, maar goede koffie is wel een dingetje, hoor. Ja, dat klopt. Ik wil, want slechte koffie heb je overal, hè? Maar slechte koffie is echt... Ja, het is beter dan geen koffie, maar nou, goede koffie is wel echt een enorm pluspunt, hoor. Kunnen we dit ook in een andere podcast bespreken? Ja, daar kunnen we volgende keer nog op terugkomen. Maar hoe zal Simon er niet bij is, waar je ja, zegt? Ja, precies. Nee. Nee, dat bespreken we hier wel, ja, bij is. Ik drink geen koffie, dus koffie is volgens mij altijd een onderwerp van discussie. Dus ik heb er geen verstand van, dus ik weet het niet. Maar Peter Appel, die is daar... bezig. Dus die is daar goed... Oh ja? Ja, dat zei hij al tegen mij. Maar, nou vind ik toch eigenlijk... Als ik zou moeten kiezen... tussen gewoon van 9 tot 5 op een kantoor gaan zitten... of lekker met een grote truckoplegger op stap... of met een bakwagen... of ja, ik zou het wel weten. Maar hoe laten we dat de rest van Nederland nou weten? Ja, dat is een goede vraag. Kijk mijn video's. Ja, nou, dan kom je al heel eind, dan kan je al zien. Ja, maar goed, wij hebben de video's met Martijn. Wij hebben, ik denk 2 jaar terug, ook allemaal korte video's gemaakt van al onze werkzaamheden. Dus bier bezorgen bij de kroeg, winkeldistributie, allerlei van die korte video's. Daarmee probeer je mensen te informeren van wat is er allemaal. Ja, het is toch lastig om al die, ja, om die mensen te bereiken. Hoe krijg je ze... In ieder geval, want je wil ze langs. Hoe krijgen ze eerst? Hoe bereiken ze eerst? En ja, hoe overtuig je ze dan? Hoe vertel je inderdaad dat het vak er is en dat het een mooi vak is en wat het inhoudt? Dus daar zit wel echt een grote uitdaging in. Volgens mij is een hele mooie grote kans die er aankomt is op 9 december. Ja. Dan is het de tweede dag van de vrachtwagenchauffeur die wordt georganiseerd. En daar, ja, dat is 2 jaar geleden voor het eerst geweest. Heel veel positieve aandacht vanuit volgens mij heel Nederland voor het beroep. En ik denk dat daar gewoon een gezamenlijke taak ligt voor de transporteurs om daar gewoon het beroep of de chauffeur eigenlijk in het zonnetje te zetten en ja, de positieve aandacht daarvoor te krijgen. Maar daar is ook een taak voor jou weggelegd. Jazeker. En ja, jullie als Randstad. Daar zijn wij al heel druk over aan het nadenken hoe we daar een mooie invulling aan gaan geven. Ik ben al wat ouder, hè? Dus als ik aan Randstad denk, dan denk ik aan zo'n ruit met allemaal van die kaartjes met... medewerker, ja, voor dit en medewerker... Ja. Maar dat is het niet meer, hè? Nee, dat is het niet meer. Het is sowieso nu een televisiescherm wat ja, er hangt. Nee, maar het is meer dan dat. Het is, ja, wij zijn voor de chauffeurs echt ook de werkgever... waarbij we ze helpen en naar de juiste baan. En ook gewoon echt wel helpen ontwikkelen. Dus werk je ergens in het magazijn... en wil jij je opleiden tot chauffeur... of ben je daarop aan het oriënteren... dan kan je met de incident het gesprek aan gaan. En dan gaan we daar de mensen bij helpen... om zich te ontwikkelen tot chauffeur of techneut... of verpleegkundige, waar de passie van iemand... Nou, lieve chauffeur vandaag, hoor. Nou, voor mij wel, inderdaad. Maar uiteindelijk gaat het over wat je echt wil worden. En daar proberen we de mensen zo goed mogelijk bij te helpen. En ook om terug te komen op die dag van die vrachtwagenchauffeur. Ja, daar gaan we ook wel een hele mooie, unieke en leuke invulling weer aan geven... om aan onze chauffeurs te laten zien dat we echt wel enorm waarderen... wat ze elke dag toch verzetten. Ja, waar is dat? De dag van de vrachtwagenchauffeur. Ja. Is landelijk georganiseerd. Gewoon helemaal landelijk? Helemaal landelijk georganiseerd, ja. Ja. Oh, wat goed. Ja, dus wij stappen... Ja, daar kan ik wel een tipje van de sluier oplichten. Je mag een tip van de sluier oplichten. Een tip van heel de sluier. Nee, wij stappen bij de chauffeurs ook op de wagen... om ze echt gewoon die dag te ondersteunen... om te zorgen dat het dat hun dag die dag een wat lichter wordt. Ik heb dat 2 jaar geleden mogen doen. En ook met rolcontainers aan de gang geweest. Nou, misschien dat ik me iets meer heb ontwikkeld als toen... want dat bleek toch wel wat lastiger... als dat het in eerste instantie lijkt. Maar ja, op die manier wil je wel gewoon je waardering uitspreken. Ah, ik vind dat mooi. Dat soort initiatieven moeten er eigenlijk veel meer zijn. Toch? Ja, nee, dat klopt. Maar het is sinds 2 jaar volgens mij ingericht. En ieder is zijn weg daar aan het zoeken. Want de een die doet zorgens broodjes met koffie... en de ander heeft dit gedaan. Wij hebben ook wat bedanken langs de weg staan. TLN is er ook bij betrokken, toch? Ja, sectorinstituut inderdaad. Ja. Dus dat was van ertessoep tot koffiebroodjes, tot worstenbroodjes. Broodjebal. Ja, maar daarom zeg ik dat is een beetje zoeken voor iedereen nog. Het is je niet aan te zien, hè? Roept je broodjebal. Ja, maar dat was wel zo. Ja, lekker. Ik zat volgens mij bij...
van Stralen de Vries. Dat is volgens mij ertessoep. Zou best kunnen, ja. Je had wel iets met soep of een broodje. Ja, ja, ertessoep en roggebrood met spek. Dat hadden we daar volgens mij. Maar dat was ook... Ja, tankstations deden ook al mee. Ja. Dus ik wil ook gewoon... En terecht. Uitzitten. Ja, precies. Dus goed, jongens. Is er iets wat je nog kwijt wil? Wat je echt absoluut kwijt wil, Bart? Is nu... Dat is nu mijn kans. Nu je kans. Ja, als je getriggerd bent om je laten op te leiden tot chauffeur... ga je vooral oriënteren. Bekijk de video's van Martijn. Meld je aan via chauffeurworden@nl.randstad.com. En ga op onderzoek uit wat het vak inhoudt. Want het is een heel mooi vak. Er zit een enorme toekomst in. En wij zijn met z'n allen hartstikke hard op zoek naar jou. Ja. Hij kan zo met jou werken, hè? Ja. Ja, zeker. Het is een hartstikke mooi vak. Ja, want als ik daar zelf wat aan toe mag voegen. Als je vaste ritten wil hebben, kan dat ook. Maar het is in principe elk dag weer wat anders. Je komt andere mensen tegen. Je ziet andere dingen, gebouwen, plaatsen. Net wat je wil natuurlijk. Ook buitenland rijden zie je helemaal andere dingen. Ik doe dan alleen Benelux. Dus het is elke dag weer wat anders. Het is leuk. En ja, ik vermaak me al 16 jaar bij Simon Loos. Nou, dat is toch... 16 jaar. Ja, mooie tijd alweer. Hè? Ja. Dat is toch wel 16 jaar, Simon. Ja, weet je. Dat hij binnenkwam, was je nog jong? Was ik zoiets. Hoe oud was jij toen je binnenkwam bij Simon dan, Martijn? Verrekenen, ik ben 19. Ja, dat meen je niet. En toen had je al je rijbewijs al, of niet? Ja, nee, nog niet, maar ik reed gewoon zonder. Ja, tuurlijk. Ja, ik had alles al. Ik heb vakopleiding ook gedaan. En toen was het VTL, nu is het STL. Na 9 dagen, want toen mocht je nog niet lessen met je 17. Na 9 dagen had ik mijn autorijbewijs. En toen na 2 maanden heb ik alles gehaald. En toen was ik 23. Toen werd ik gevraagd bij Simon Loos. Want je moet 5 jaar rijbewijs hebben voor LZV. Ja. Dus dan heb ik na 5 jaar en een paar maanden mijn LZ2-diploma ook gehaald. Toen was ik de jongste LZ2-chauffeur op dat moment van Nederland. En toen was ik ook LZ2-chauffeur. En dat doe ik dus nu ook alweer 12 jaar. Hey, weet je trouwens iets heel anders waar ik jou gemist heb, Martijn? Vertel. Ja, ineens ja, dat staat hier helemaal nergens op. En dat is natuurlijk compleet, kom ik weer van de verkeerde kant af. Maar onlangs was ik bij het NK Veiligste Chauffeur. Ik denk, Martijn, die is daar finalist. Dat kan niet missen. Maar ik heb hier geen velden of wegen gezien. Nee, ik ben niet uitgenodigd. Dus als dat was... Je had je in moeten schrijven. Ja. Ja. Ik hoor het volgende keer wel als het is. Maar ik heb dat wel een keer gedaan. Ik heb dat wel een keer gedaan op Lelystad voor code 95. En toen ging het me goed af. Nee, maar ik bedoel... Als ik dat even mag zeggen. Maar je wil die andere mensen ook een kans geven natuurlijk. Ja, uiteraard. Maar ik deed wel mijn best. Nee, maar ik vind dat zijn wel dingen die... Ik vind dat mooi. Ja, ik vind het ook erg leuk. Het was superleuk. Het is supergaaf. En waar was dit? Op Assen. Assen. En dan mocht je niet hard rijden dit keer, maar gewoon. Het ging om de precisie, hè? Leuk. Ja, ik heb dat op Lelystad gedaan. Ja. De volgende keer dus meedoen, hè? Ja, is goed. Ik volgend jaar bij aan de beurt. Gaan we opzij. Zie het mailtje wel. Zie het mailtje wel. Jij moet dat gewoon zelf in de gaten houden, vriend. Houd een beetje lui, hè? Dus, ja. Simon, druk kantoordag. Voor de boeg of gaan we nog leuke dingen doen binnenkort? Nou ja, wat overleggen met wat manager en voor de rest nog een klantbezoek. Dus geen extreme leuke dingen of bijzonderheden wat dat betreft. Volgens mij binnenkort een kopje bijna koffie. Bijna saai. Volgens mij gaan we binnenkort nog een kopje koffie drinken. Met misschien een kopje koffie met Alad Kalf binnenkort. Ja. Dus, en Peter samen. Hè? Dat, ja, ja. Dus het is wel mooi. Jullie zijn wel groot hè, samen. Ja, dus ondertussen behoorlijk wat auto's en mensen geworden. Ja. Maar dat zien we nu ook. We zijn met de fusie nu een... 3 kwart jaar onderweg. En, ja. Even voor de mensen die dat allemaal gemist hebben. Peter Appel en Simon Loos. 2 grote transporteurs. Jullie zijn samen gegaan. En gaan verder onder de naam Simon Loos. Ja, maar het is niet zo dat jij Peter hebt overgenomen. Het is een echte fusie. Nee, we zijn gefranchised. Want volgens mij is Peter ook de baas, of niet? Ongeveer. Nou ja, dat Ho. Nee, maar bedoel, jullie zitten samen in de directie. Ja, ze hebben ook dezelfde opa. Ja, zelfde opa. Nee, we zijn neven van elkaar. Nee, we zitten samen met Martin Knol zitten we in de directie. Dus, en ieder heeft daar zijn rol. En, ja, dat gaat goed, moet ik zeggen. Maar het is een behoorlijke klus. Als je dan begint, dan denk je, nou, dat gaan we even doen. Maar dat even doen, dat is niet even doen. Maar het is wel leuk, moet ik zeggen. Maar wel intensief. Tegen niet. Of laat het zo zeggen, kom je dingen tegen waarvan je denkt van, oei, daar heb ik helemaal niet over nagedacht dat we dat tegen zouden komen.
Je komt altijd dingen tegen die je van tevoren niet verwacht had. Die je misschien een ander beeld van had. Maar goed, dat is natuurlijk de uitdaging weer. Ja. En nogmaals, ieder heeft zijn eigen rol. En ik voel me prima met mijn rol. Dus, ja, mooi. Ja. Dus heel veel plezier en succes met je congres. Ja, dankjewel. Jou zie ik binnenkort gaan koffie drinken. Dan zou ik ook even een rondje doen in de 141 combi. Dat is wel een aanradertje hoor. Ja? Ja, zeker. Moet ik dat doen dan? Ja, dan kom ik ook langs. En wanneer gaan wij opstappen? Moeten we even plannen. Zo snel mogelijk dan. Ja. Dat kan. En dan wel een beetje normale tijden. Hè? Niet gewoon om 3 uur 's ochtends. Ja. Nee, gewoon 3 uur toch, Albert? Ja. Dat zijn de normale tijden. Ja, tussen de 3 en 6 uur. Nou, dan haak ik om 6 uur wel in. Dan kan ik niet garanderen dat dat hier om de hoek is. Maar dat is misschien dan al voorbij Den Bosch of zo. Maar dat is bij mij in de buurt. Oh, dan kan dat. Dat is heel goed. Heb je nu ook onderwerpen die je graag samen met experts besproken wil hebben? Of wil je als chauffeur hier zelf over jouw onderwerp meepraten? Laat een reactie achter op rtltransportwereld.nl of stuur ons een berichtje via Instagram of Facebook. Volgende keer onderzoeken we onder andere of Nederland de internationale vracht van de weg wil hebben en wat dat voor consequenties heeft. Wat is jouw verse trip geweest, Martijn? Vertel eens. Ben je wel buiten Nederland? Ja, ik rijd sowieso Benelux, maar bij Simoloos heb ik niet heel ver ritten gedaan. Het is ons werk niet echt naar. Maar ik ben wel met de racetrailer van mijn maat Rob Hartog naar Imola geweest, naar Aragon. En ik heb laatst een trekker weggebracht naar Finland. Dat is ook erg leuk. Via Travemünde naar Helsinki. 29 uur op de boot. Komt allemaal weer uit dat Noord-Holland, hè? Dat Rob Hartog, hè? Ja, dat is mijn maatje. Is een van mijn beste maten. Is neefje van Wil, hè? Ja, klopt. De Witte Reus, de Witte Reus. Ja, met de motorfietstrailer onder. Mooi. Maar internationaal chauffeur? Geen interesse? Nee, niet echt. Ik moet wat te doen hebben. En als je 9 uur lang zit, dat is ook weer ieder zijn ding. Ik wil gewoon werken eigenlijk. Dus eigenlijk wil Martijn gewoon werken. En 9 uur zitten, dat is ook zo vervelend voor een vlog. Dus dat wordt hem helemaal niet. Nee, het duurt wel te lang. Tot zover deze Transportwereld podcast. Bedankt voor het luisteren. Als je op YouTube kijkt, bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer. RTL Transportwereld is ook te zien op tv. Elke zaterdag en zondag om 5 uur bij RTL 7. En verder volg je ons op alle socials en natuurlijk YouTube. Tot de volgende.